de eerste stelling van dit grote Breda Media debat. Het nieuwe systeem van afvalinzameling is mislukt en moet zo snel mogelijk bijgesteld worden. Nou, u weet het, de afgelopen anderhalf jaar heeft Breda een nieuwe afvalinzameling gekregen. De meeste huishoudens hebben nu 3 kliko's. Eentje voor GFT, 1 voor papier en 1 voor plastic. En restafval, dat moet naar een ondergrondse container worden gebracht. Maar veel mensen vinden dat veel te ingewikkeld of hebben helemaal geen zin om daaraan mee te werken. Moet de afvalinzameling in Breda daarom maar zo snel mogelijk bijgesteld worden? Wijnand Nijs die leidt het debat met D66, PvdA en Breda 97. Welkom Tim van Tof, D66, Mirjam Haag, PvdA en Peter Vissers, Breda 97. Eerst het woord aan Tim van Tof. Graag jouw eerste reactie op deze stelling. Ja, D66 vindt dat het afvalbeleid erop gericht moet zijn dat mensen makkelijker van afval kunnen scheiden. En daarom dat zorgt voor minder afval, minder afvalbelasting en zorgt ook uiteindelijk voor een goed klimaat. En dat moet juist de doelstelling van het afvalbeleid zijn. Helder. Mirjam Haag namens de PvdA. Wat is... Ja, de Partij van de Arbeid vindt het belangrijk als je een nieuw systeem voor afval invoert, dat iedereen daarin mee kan komen en dat iedereen ook begrijpt waar we mee bezig zijn. Dus het gaat ook om een menselijke component. Afval scheiden en systeem invoeren is 1, maar iedereen daarin ook een kans geven om mee te doen, dat zakje naar een plek dichtbij in de buurt brengen en gewoon het begrijpen waarom we afval scheiden, dat is een hele belangrijke component en daar mag wel wat meer aandacht voor zijn. Helder verhaal, Mirjam Haag. Het woord is aan Peter Vissers, Breda 97. Graag uw eerste reactie hierop. Nou, onze eerste reactie vanuit Breda 97 is tot aan het van afval naar grondstof is niets mis. Alleen in de uitvoering zien we toch wel heel veel dingen gebeuren en heel veel onrust ontstaan in de wijken, in de dorpen waar het tot nu toe ingevoerd is. Zakken staan ernaast, pasjes komen niet bij de juiste afvalbak aan. En voor de ouderen en de minder valide mens is het niet altijd zo eenvoudig als dat we hadden gewild. Helder, Peter Vissers, dankjewel. Tim van Tof, het werkt niet, het is niet helder. Uw wethouder heeft dit ingevoerd afgelopen periode. Hoe gaat u dat veranderen? Hoe gaan we dat veranderen? Daar zijn we al mee bezig om dat te veranderen. We hebben afvalcoaches ingesteld om mensen te helpen bij het goed scheiden van hun afval. Daarnaast ook pakken we alle mensen aan die afval aan het dumpen zijn. Dus daar zijn we mee bezig. Het is wel een hele grote opgave die er is, want het is een heel nieuw afvalsysteem over heel Breda. Ja, daar gaan soms dingen mis, maar we moeten die problemen moeten we oplossen. En dat zijn we aan het doen en dat is D66 ook aan het doen. Mirjam Haag, afvalcoaches, mensen beboeten, is dat de manier waarop het moet? Afvalcoaches zeker wel, want dat helpt mensen begrijpen wat het nieuwe systeem is. Maar ik vind beboeten in dit stadium vind ik niet zo erg logisch. Want neem nou aan, 1 op de 10 Bredanaars heeft moeite met Nederlands leren en schrijven. Dus als je informatie verstuurt over zo'n nieuw systeem, betekent het niet automatisch dat iedereen dat ook kan volgen. Dus je moet daar meer tijd in investeren om te zorgen dat in iedere wijk en iedere dorp het helder is wat de bedoeling is van het nieuwe systeem. Kijk, en ik loop graag, ik heb een stappenteller om, ik vind het heerlijk om even dat zakje weg te brengen. Maar ik kan dat, voor mij is dat geen enkel probleem. En voor andere mensen is dat wel een probleem. Dus goed kijken waar je je restafvalcontainers plaatst, bijvoorbeeld dicht bij oudere woningen of mensen die minder valide zijn, vind ik heel erg belangrijk. Ja, die afvalcontainers, die restafvalcontainers, die zijn natuurlijk al geplaatst. Het is een kwestie van wennen eigenlijk, Peter Vissers. Dan komt het allemaal goed. Ik hoop het. Maar niets is minder waar. Als we kijken, de pasjes zijn toebedeeld aan de huishoudens om het restafval naar de container te brengen. Maar je hebt 1 pasje. Je kunt geen tweede pasje vragen. Dus als je met z'n 4, 5 in een huis woont, waar is het pasje? En ben je het pasje kwijt, dan kost dat nieuwe pasje kost je €15. Ik vind dat eigenlijk nog duurder als de OV-chipkaart. Eigenlijk van de gekken. Ja? Dus Breda 97 zegt, zorg eerst eens tot dat goed toegankelijk is. Voordat je zegt, u mag de klep alleen openen om uw restafval kwijt te kunnen. Als u een geldig pasje heeft. En dan komt er ook nog eens een keer bij tot vaak de pasjes zijn toebedeeld aan andere restcontainers. Als degene die je aan de overkant van de weg ziet staan. Ja. Er valt nog genoeg te verbeteren blijkbaar. Loopt Breda ook niet een beetje voor de muziek uit? Inwoners, er was natuurlijk al een systeem van afvalscheiding met de verschillende kliko's bij de huizen. Was deze stap echt wel nodig, Tim van het Hof? Ja, wat je eerst zag is dat mensen hun plastic,
nergens kwijt konden. Daar moesten ze ook voor rijden. Dat werd ook gedaan. En volgens mij, wat ik eerst ook zei, de doelstelling is juist dat we met z'n allen het makkelijker maken om afval te scheiden. Hè? Dus je hebt nu ook een extra plastic container waar mensen hun plastic in kwijt kunnen. En dat leidt uiteindelijk tot minder afval en minder afvalbelasting. En is ook goed voor het milieu. En dat is volgens mij de doelstelling die het moet zijn. Ja, er gaan een aantal dingen fout. Maar laten we wel wezen, in 80-90% van Breda gaat het gewoon goed. En die dingen die we moeten aanpakken, bijvoorbeeld de zaken van het pasje dat niet werkt, die problemen lossen we op. Mirjam Haag, er wordt van alles aan gedaan. Als je het sentiment in de stad ook hoort, wat gaat er dadelijk in de zomer gebeuren? Want er zijn toch wel verschillende plaatsen in de stad waar toch afvalzakken naast die restafvalcontainers komen. Dat gaat in de zomer enorm stinken. Hoe voorkomt u dat, mocht u dadelijk weer in het college zitten, dat gaat gebeuren? Ja, ik denk dat wat heel erg belangrijk is dat je bijvoorbeeld bij die restafvalcontainers heel simpele informatie geeft. Wat moet je doen als die bak vol zit of dat die dicht zit? Want dat staat er nu niet op. Nou, dat is niet zo moeilijk om daar een stap in te maken. En daarnaast heb je te maken met een systeem waar we nu één keer in de twee weken het groen- en tuinafval ophalen. Ja, daar is de vorming van maden, waar het veel over gegaan is in de zomer, is daarbij een groot risico. Ik vind dat we zo flexibel moeten zijn met elkaar om te kijken dat je dan in de zomer of groen- en tuinafval meerdere malen ophaalt, of zo'n goede informatie verspreidt dat iedereen ook beseft en weet hoe je kan voorkomen dat gebeurt bij je thuis. En wat u betreft mag dat ook extra geld kosten. Want als je het afval vaker wil ophalen dan over de GFT, dan dat mag wat u betreft? Het mag. Betere dienstverlening, daar mag je ook best wat meer voor vragen. De vraag is of het nodig is. Want je kunt het flexibeler maken. Nou, ik ben blij dat we hier in ieder geval de PvdA aan onze zijde kunnen vinden. Want Breda 97 heeft hiervoor juist een motie bij de begrotingsbehandeling voor ingediend. Die is door de raad aangenomen. En het is eigenlijk om te huilen tot je hem terugkrijgt van het college. Gaat u maar per huishouden €4,50 extra vragen. He, we geven €8 terug bij deze belastingheffing. Omdat er iets afgesproken is door de coalitie. En ik zou zeggen, geef dan ergens wat minder geld dan uit. Maar los dit probleem op. Dan hoeft er geen stinkende bak in de tuin te staan. Die toch dankjewel, al heel veel plek inneemt. Dankjewel, Peter Vissers, voor de bijdrage. Ja, er zijn twee partijen die hun wildcards hebben ingezet. Dat is de Volkspartij Breda en GroenLinks. Jamal El Khadouri van de Volkspartij Breda. Jouw reactie. Ja, dankjewel. Waar het vooral aan zit, is wat vorige week in Breda-Noord is duidelijk gemaakt bij het debatje. En daar kwam dus heel duidelijk naar voren dat de bewoners echt wel willen, maar het niet kunnen. En dan is het natuurlijk ook de vraag, vooral de huidige college naar hun toe dan, de vraag van, zijn ze bereid om hiervan te leren? En waarom is er niet eerst een experiment geweest om eventueel te leren daarvan en dan bijvoorbeeld dit soort consequenties aan te zien? Vraag aan Tim van Tof eigenlijk indirect. Waarom is er niet eerst een proef geweest? Ja, graag. Ja, omdat je kijkt, en wat er net ook gezegd werd, hè, de frequentie moet omhoog van de GFT. En we moeten de mensen voorlichten. Nou ja, voorlichten doen we al. Ik zei al, afvalcoaches. Aan de andere kant, we hoeven de afvalbelasting niet omhoog te gooien. En want juist doordat we nu, sinds een aantal weken is het hele systeem ingevoerd. Betekent dat we niet met het oude systeem en het nieuwe systeem naast elkaar laten draaien. Maakt ook dat we gewoon, zonder dat we de belastingen hoeven te verhogen, gewoon wel het afval vaker in de zomer op kunnen halen. Maar het is dus een kwestie van gewenning. Jamal, maar meneer Van Tol, dan komt het wel even terug naar de vraag, en dat is even heel concreet dan. Waarom is er niet een experiment geweest van een bepaald gebied dat daarnaar gekeken is om daarvan te leren? Want op dit moment werkt het gewoon niet en moeten we echt iets anders gaan toepassen? Die zijn er. Die zijn er in andere steden geweest. Gaat u maar zoeken. Omgekeerd inzamelen. Er zijn experimenten in heel veel steden geweest. En we zijn begonnen. Even een correctie, sorry. Mag ik even? Breda is nog steeds Breda en niet Tilburg, Rotterdam of waar dan ook. Dus dat klopt. Laten we gewoon hier in Breda experimenteren. En daarom zijn we begonnen in de dorpen. Hebben we daar eerst gekeken hoe het ging. En toen vervolgens aantal verbeteringen doorgevoerd. En vervolgens uitgerold naar heel de stad. De intentie is ook heel begrijpelijk hoe het is ook gegaan. Maar dus dat element. Ik moet wel meneer Van het Hof bijvallen hierin. Want we zijn echt begonnen in de dorpen. Daar wordt het plastic afval al veel langer apart ingezameld. En daar hebben we ook geëxperimenteerd. Moet dat met een eigen container of op een andere manier? En op basis daarvan is het nieuwe beleid uitgerold. Dus je moet de ervaring opdoen. Er is nog iemand die de wildcard in wil zetten. Peter Bakker van GroenLinks. Ja, dankjewel. Ja, ik heb de laatste tijd heel veel gehoord over misstanden en over systemen. Maar waar het wat GroenLinks betreft over moet gaan is over oplossingen en over mensen. Praktische oplossingen. En volgens ons kan het beter en
het kan ook zelfs vrij makkelijk beter. Gewoon kijken, mensen verschillen van elkaar. De ene wijk is de andere niet. Als je een proef doet in een dorp, dan weet je zeker dat dat niet in Noord een goede oplossing is. In Noord wonen behoorlijk andere mensen als in dorpen. Een soort blauwdrukplan van een consultant lijkt over de stad uitgerold. En dan krijg je dit soort dingen. Techniek lijkt boven de mensen te staan. Je moet met je pasje per se naar de dichtstbijzijnde afvalbak. Wat een onzin. Als ik van A naar B ga, dan wil ik op een andere plek mijn zak wegbrengen als dat ik van A naar C ga. Waarom zit die techniek de mensen in de weg? Tim van Dof, misschien een goeie om daar even op te reageren. Waarom zit die techniek de mensen in de weg? Waarom kan ik niet met mijn zakje, als ik naar mijn werk ga, bij mijn werk het afval weggooien? Er werd net gezegd, we willen dat mensen juist zo dicht mogelijk bij huis, hè, ook bijvoorbeeld ouderen die moeilijk te been zijn, dat die zo dichtbij mogelijk hun afval kunnen, kwijt kunnen. Maar waarom niet gewoon bij willekeurig welke bak? En nou wordt er gezegd dat we aan de andere kant van de stad ons afval kwijt moeten. Ja, volgens mij, wat ik net al zei, die afvalcontainers hebben we dicht, ook bij huis die restafvalcontainers. Daarnaast is de Milieustraat gratis, ook in het weekend open. Dus volgens mij is er genoeg mogelijkheden om juist in je eigen buurt, dicht bij huis, je afval kwijt te kunnen. Maar meneer Van het Hof, waarom is er dan, je mag maar bij twee bakken je pasje gebruiken. Waarvoor niet in het hele dorp, in de hele wijk, als u bang bent dat we door de hele stad gaan rijden. En dat is ook natuurlijk niet goed voor het milieu als we met de auto van links naar rechts gaan rijden. Maar tot je gewoon iedere bak kan gebruiken, dan komt in ieder geval het afval op de juiste plek terecht. En ten aanzien van het experimenteren en het uitproberen in de dorpen, nou, daar hebben wij bij ons in de dorpen niet zo gek veel van gemerkt. Want het is gewoon ingevoerd. En tot we met plastic zijn begonnen. Ik wil graag op reageren. Want het mooie wat GroenLinks inbrengt is die menselijke component en het verschil in onze stad tussen de dorpen en de wijken. En de Partij van de Arbeid heeft vorige week een hele zwerfafvalactie gehouden. Bijvoorbeeld in een van onze wijken, waar het niet vanzelfsprekend is dat iedereen het systeem snapt en er goed mee omgaat. En ik denk dat we op die manier moeten kijken. Kom met leuke, goede, nieuwe ideeën om vervuiling juist tegen te gaan door het nieuwe systeem. En mensen in de wijken hebben daar zelf hele goede ideeën over. Nou, dankjewel. Bedankt de deelnemers van de verschillende partijen. We gaan over naar de volgende stelling.